hè? Oh, hoe wil jij je voorbereidingen nu? Ja, ik voel me erg goed vandaag. Hoe jij erg goed vandaag? En ja, het moet nog lukken, denk ik. Cross, Tjarno, groot favoriet. Tjarno, jij bent de favoriet vandaag? Ik ben helemaal geen favoriet. Wie is dan de favoriet? Milan, of jij zelf misschien? Milan blijft stil, maar hij heeft een heel plan. Ik hoop eigenlijk niet, maar we proberen het al voor dat we hier... Dat wordt iedereen heel rustig meelopen. En als iedereen terugvalt, dan die aanval plaatsen. Okay. Wanneer kunnen we de aanval verwachten? Als je moe wordt. 100 meter dus. Ja, zo. Nou, we gaan het zien zometeen. Ja, we zullen het zien. Het ziet er goed uit, dit tempo. Tijdens de wedstrijd. Succes! Nu in werking gaan zetten op het laatste signaal. Daar klopt het startschot en dan gaat het hele veld terug. En zoals gezegd, 178 km per uur. Kom op, mannen! Kom op, Tjarno! Kom op, Marijn! Kom op, Boom! Kom op, Boom! Ruud van der Laan ook weer eenzaam en alleen strijden langs het water. Het levert een prachtig plaatje op zo met die ijsvelden in de bergen. Kom op, Tjarno! Kom op, Boom! Kom op, daarnaartoe! Ga lekker voluit! Kom op, Miel! Hartstikke lekker! Ga maar naar Omar toe! Dat is Jolan van misschien wel belangrijkste overwinning van het crosscampcircuit elk jaar. Die jongen ziet ook al komt uit op de 6 kilometer. En daar komt Nina Bakker alweer aan. Nina die ook... Kom op, Marijn, nu je snelle rondjes! En dan is het dan toch die laatste ronde die mag niet. De plaats. We hebben nog de escape. Knap, Omar. Jeffrey van Horen inderdaad die er voorbij kwam. Ja, en ook voor hem zit het erop. En dat is uiteraard Marijn Schuurman. Ja, ik moet het goed zeggen. Marijn Schuurman die hier ook over de finish komt. Op de voet gevolgd door Michel Brons. Allebei 8 kilometer voor hun zit erop. En de zegen die op die gaat gewoon denk ik nog een rondje jouw zegen kennen. De inderdaad gaat gewoon nog een rondje. Op de tweede plaats Joost Wieleman met een eindtijd van 4:33 en 33 seconden. En op de eerste plaats de man die nadat het startschot geklonken heeft resoluut wegspurte, maar vervolgens toch zijn energie in toon wist te houden. Marijn Dekker. En ook uiteraard de felicitaties onderling van de organisatie. En dan nog eenmaal een applaus voor Milan Brons, Joost Wieland en Marijn Dekker. Welke telefoon? Je prijs zien dan. Laat je prijs hebben zien dan. Marijn Oosterwelder. Mijn moeder alweer. Hij heeft ingeleverd. Die in ieder geval ook de prijs krijgt voor de mooiste jas van vandaag als het aan mij ligt. Op de tweede plaats Jolanda Lentzen met een rijtijd van 41 minuten en 2 seconden.